MVV is heel vroeg vertrokken naar Weidewormen, veel vroeger dan normaal. Wil de slechte serie een keer doorbreken door wat anders te doen. Hoebe doet ook een keer wat anders. De Boer net op tijd. MVV niet in al te best te doen. Laatste 8 wedstrijden, 3 nederlagen en 5 keer gelijk. Dat schiet niet echt op als je de play-offs wilt halen. Kramer. Jacobs. Jong AZ doet het op eigen veld best wel aardig in 2019. En hier is Mihajlik. Koopmans, keer die poging van die Tsjechische spits. Het is een gezapig begin. En een zonnig Weidewormer. Lavallee, de voorzet is goed, de kopbal nog beter. En dan is het 1-0 voor MVV. Koen Kostons knikt binnen. Fraaie kopstoot. En de voorzet is ook formidabel. En zo heeft MVV de voorsprong te pakken. Maar dan gaat Luc Koopmans raar doen. Hier komt hij uit. Peer Koopmeijner speert mis. En zo wordt het gegrabbel van die doelman niet afgestraft door Jong AZ. En alsof het nog niet genoeg is, is hier Koopman zo arrogant dat hij er nog een corner van maakt. Rare fratsen van die keeper van MVV. Tweede helft. Aboubakar. Er gebeurt niet heel veel in deze wedstrijd. MVV mist Schrooien. Die zit voor het eerst dit seizoen op de bank. Heeft pas 1 keer getraind deze week. Niet helemaal fris. Vermeil, wat een heerlijke beweging. En dan schiet hij in de handen van De Boer. Zo waar weer een hoogtepuntje. MVV staat voor. Doet het verrassenderwijs beter uit dan thuis. En hier komen ze bijna op 0-2. Maar de bal van de lijn gehaald. En de arm van Mihajlik langs het lichaam. Dat geeft scheidsrechter Mulder hier ook aan. En dus ook geen strafschop. Zo krijgt MVV ook wel de betere kansen. En dat is dus niet gek voor een ploeg die het buiten Maastricht beter doet dan in Maastricht. 0,4 punt per wedstrijd pakken ze meer in uitwedstrijden. Jacobs krijgt die zowaar de vrije doortocht en schiet de 1-1 binnen. Iets meer dan een uur gespeeld en Jong AZ op gelijke hoogte. Kruipt binnendoor bij Lavallee en schiet dan droog hard binnen. En zo Jong AZ weer naast MVV. Jong AZ boekte 4 van de 5 overwinningen van dit seizoen in 2019. En op eigen veld dus best wel aardig bezig. Tabouni ingevallen. Heel jong talent. Geeft hem lekker mee op Helmer. De hoek is heel moeilijk. Het is toch knap dat hij de paal raakt. Na die gelijkmaker begint het echt een leuk duel te worden. Met kansen over en weer. Gaat het tempo ook wat omhoog. MVV moet natuurlijk winnen met het oog op de play-offs. Staan nu 3 punten achter de play-off plekken. Ze willen hier heel graag een strafschop. Kostons claimt vastgehouden te zijn door Bakker. Maar dat is niet het geval. Mihajlik. Goudmijn. Lekkere voetballer is dat. Kenzo Goudmijn. Nog altijd Goudmijn. En via Koopmans naast. Prima redding. En met een kwartier nog te spelen maken beide elftallen kans op de overwinning. Jong AZ pakte vorig jaar 46 punten, staat nu op 26. Gaat dus sowieso lager uitkomen. Ruben Lavallee weer mee opgekomen en die ziet Van der Hurk. Heerlijk balletje en Van der Hurk rond ook geweldig af. Fraaie stift, nummer 15 van het seizoen. Nummer 3 op rij. En weer Lavallee met de assist. En ook lekker afgerond door Anthony Van der Hurk. En zo komt MVV een kwartier voor tijd weer op voorsprong. Reinders. Als Jong AZ op zoek gaat naar de gelijkmaker. Randje 16 wacht Goudmijn. En die plaatst hem heel knap in de bovenhoek. Knappe gelijkmaker van Kenzo Goudmijn. En zo komt Jong AZ voor de tweede keer langs zij. En MVV dreigt dus voor de 6e keer gelijk te gaan spelen. Slechte uittrap van De Boer. Kramer begaat de overtreding. Dat is duidelijk. Maar Mulder legt hem op de stip. En dat is de verkeerde beslissing. Want de overtreding duidelijk buiten het 16 meter gebied gemaakt. Schrooien ingevallen. En hij schiet de bal achter De Boer. En zo gaat MVV alsnog de zegen grijpen in Weidewormer.
met pijn en moeite en met dank aan een blunder van de arbitrage.